Jongere mensen, super dat jullie kijken deze laatste video van dit jaar alweer. Het is echt al niet te geloven dat het... Het is al de laatste video van 2018 die ik ga maken voor jullie. En ik heb deze video dus officieel een jaar geleden voor het laatst geüpload. Dat ik terug ging blikken op het jaar natuurlijk. En dat ik met dingetjes ging hebben over jullie wat er eigenlijk allemaal is gebeurd in het jaar. Voor mij, voor YouTube. En dat gaan we dus weer doen. En zo, daar ging even mijn stem. Dat gebeurt nog steeds. Nou jongens, het is natuurlijk... Ik weet niet waar ik moet beginnen. Het is echt... Eigenlijk weet ik wel waar ik moet beginnen. Natuurlijk, het grootste doel ooit voor mij, die ik voor ogen had, is gewoon behaald. Ik heb de 100.000 abonnees weten te behalen, wat ik nooit had gedacht. Toen vorig jaar, toen 31 december, toen het nog 2017 was, na 2018... had ik 10.000 subs gehaald. En toen had ik natuurlijk ook een doel voor volgend jaar gezet, zeg maar 2018. Wat ik voor subcounter wou halen. En dat was de 20.000 abonnees. Toen groeide ik nog niet zo heel hard als je kijkt naar nu. Ik heb nu bijvoorbeeld een paar dagen helaas niets geüpload. Sorry jongens, ik ben nog niet zo heel erg goed in inplannen met video's. Daar moet ik ook gewoon even aan werken. En dat komt puur... ik ben pas de laatste paar maanden... een half jaar... Is mijn kanaal zo erg veranderd dat ik ook mentaal gewoon een knop om moet gooien. Dat het natuurlijk zoveel meer tijd in gaat kosten. En dat ik ook mijn weg een beetje nog probeer te vinden van hoe ik nou echt goed YouTube kan doen. Hoe ik met inplannen en zo. Dat is vooral mijn struggle. Ik heb nu ook een planning gemaakt. Dus ik ben er al mee bezig. Het komt waarschijnlijk goed. Dus sorry dat ik dit weekend helaas niet heb geüpload. Ik heb feestdagen. Ik had Royalistic Live natuurlijk. Waardoor ik ook niet thuis was. En gewoon een druk weekend. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. Maar ja, even serieus. Vorig jaar was dat doel 20.000 abonnees halen voor 2018 eigenlijk. Dus eigenlijk dit jaar. En laten we nou niet zeggen dat ik daar met de hakken over de sloot net heb gehaald. Want we zitten er bijna 100.000 abonnees overheen. Natuurlijk, I don't know hoe ik jullie daarvoor kan bedanken. Ik heb natuurlijk ook al streams voor gedaan. En dat we ook giveaways doen en alles. Ik weet nooit echt hoe ik jullie daarvoor kan bedanken. Want het betekent voor mij in ieder geval heel veel dat ik gewoon 100.000 heb gehaald. Dat is natuurlijk... Ja, ik had het dus nooit verwacht. Ik dacht, 20.000 halen lijkt me super ziek voor 2018. En ja, hoe het eigenlijk zeg maar is geëscaleerd is niet normaal. Dat is echt ziek. Dus nogmaals jongens, ik wil jullie echt super erg bedanken daarvoor. Thanks voor dat jullie elke keer weer klaar zitten voor de video's. Ik zie zoveel lieve berichtjes van jullie. Yo, leuke video deel ik. Je maakt me echt mijn dag weer goed. En dat soort dingen, dat blijft gewoon super vet om te zien. Dat ik gewoon iets doe voor jullie wat jullie echt leuk vinden. En dat is natuurlijk voor mij, blijf ik het dan ook meer leuk vinden. Super dope jongens, sowieso dikke love naar jullie. Dat wou ik sowieso alvast in deze video hebben gezegd. Er is eigenlijk zoveel meer gebeurd. Van dat volle jongetje met de 10.000 abonnees. Want ik was vroeger, ja, ik ben ook qua fysiek ben ik best veranderd dit jaar. Naar natuurlijk gewoon hoe ik nu ben met 100.000 abonnees. Is er gewoon ook iets meer veranderd dan alleen dat getalletje. Dat is natuurlijk... Dat ik bijvoorbeeld 2 keer ben uitgenodigd voor Royalistic Live natuurlijk. Voor superveel mensen gewoon live Fortnite spelen. Met natuurlijk gewoon zieke YouTubers en natuurlijk Roy naast me. Het was leuk. Het is echt niet normaal zo'n ervaring dat ik dat heb mee mogen maken. Want dat was dit is niet te beschrijven. Het is echt super vet. By the way, daar komt ook nog een vlog over. Daar ben ik al bezig mee met editen. Maar ik ben geen vlog editor, dus het duurt wat langer bij mij altijd. Maar dat wordt super ziek, die vlog. Dat zijn wel gewoon 2 momenten in dit jaar ook die ik niet meer ga vergeten. Dat was super vet. Het is ook gewoon zo professioneel. En ja, dat ik daar al 16 jaar... Ik ben nog maar 16, dat is ook een ding. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de rest van de Nederlandse Fortnite community, is iedereen sowieso al volwassen. En ik ben 16 en misschien weten jullie dat niet, maar ik ben gewoon 16. En die leeftijd eigenlijk dat ik geen 18 ben, dus niet volwassen, dat brengt natuurlijk best wel veel struggles mee voor een YouTuber in ieder geval. Want dat, ja, achter de schermen een beetje. En mensen vergeten dat nog steeds. Dus, en dat denk ik ook wel eens na van, yo, ik heb 100.000 abonnees, ik heb super toffe trouwe kijkers achter mij staan. En ik ben maar 16. Ik ben super jong en ik heb dit eigenlijk al. En dat is gewoon niet te beseffen. Heel veel mensen, gewoon klasgenoten van mijn vrienden, van mijnzelfde leeftijd, die denken ook van ja. Die zijn er natuurlijk ook soort van in meegegaan. Die zien dit ook voor het eerst. En ik heb natuurlijk ook mensen die heel lang al bij mij zijn. En ja, die mensen wil ik natuurlijk ook super erg bedanken voor alle support en steun. En gewoon dat jullie überhaupt erbij waren. Want ja.
Hè, zonder die mensen om je heen kom je natuurlijk nergens. Dus dat wil ik ook even gezegd hebben. Hoe is eigenlijk dat ontstaan? Hoe is Games for Real van 10.000 abonnees naar gewoon nu naar 100? Waar zitten we? We zitten al bijna op de 117k. En dat is eigenlijk door één video gebeurd. Dat is natuurlijk dat ik Ninja killde. Dat was ergens, ik weet niet eens meer wanneer. Ik dacht in december of in ieder geval vorig jaar, eind jaar. Toen Fortnite net uitkwam, echt 3 maanden daarna of zo had ik, ik weet niet eens meer welke datum, had ik Ninja dus gekild. En die video heeft bijna 800.000 weergaan. Dat is insane veel. Dat is echt, wow, dat is ook mijn meest bekeken video ooit gewoon. En ja, die video heeft wel echt iets gedaan met mijn kanaal. Dat het gewoon poef. Dat je dan, je moet zeg maar een dingetje hebben waardoor je opeens uitschiet. Uitblinkt in heel Nederland en België natuurlijk. Want ik ben Nederlandstalig. Dus dat was die video. En door die video kennen natuurlijk de meeste mensen mij ook. En ja, ik heb nooit spijt gehad dat ik die video heb geüpload. Ik natuurlijk, ik zeg je eerlijk. Toen ik Ninja killde, was het zo van, oh vet, weet je, ik was ook nog zo van, ik had net 15.000 abonnees volgens mij. Dus ja, dat was helemaal een big deal en ik had die video ook geüpload puur voor die kijkers van die 15.000 abonnees die ik toen had van, yo, check dit, deze video. En ik had echt niet nagedacht dat het zo explodeerde, dat die 800.000 views ging halen. Ik wist het echt niet, ik zweer het je. Daar stond ik gewoon niet bij stil. Natuurlijk kon ik de titel ook in het Engels doen, waarschijnlijk had hij dan 1 miljoen views sowieso gehaald. Maar ja, ik heb geen zin in allemaal Engelse mensen op mijn kanaal, weet je. Nederlanders, dan is die maar meer naar bekeken. Of Belgische mensen natuurlijk, gewoon die Nederlands verstaan. Daar heb ik veel meer aan, vind ik veel leuker. En dan wat minder abonnees dan. Maar ja, who cares, weet je. Als je gewoon, ik heb liever Nederlands trouwpubliek dan allemaal Amerikaans. Of weet ik veel waar mensen allemaal wonen over heel de wereld. Die niet eens mijn normale video's daarnaast, naast die Ninja video kunnen verstaan. Dus ja, daar heb je er ook niet zo van. Nee, maar jongens, ik wil even met deze video duidelijk maken dat ik jullie... Ja, dat ik jullie in ieder geval super bedankbaar ben voor wat jullie allemaal voor mij in dit jaar hebben betekend natuurlijk. En volgend jaar komen natuurlijk gewoon lekkere, weer leuke Fortnite-videos ook online. Ik ben benieuwd hoe lang Fortnite nog de shit blijft. Hoe dat volgend jaar gaat lopen, dat weet niemand natuurlijk. En ja, tot die tijd blijf ik gewoon doorgaan met Fortnite. Jullie vinden het ook nog steeds leuk om te kijken. En streamen blijf ik ook gewoon doen. En ik zal af en toe, ik denk dat ik wel... bijvoorbeeld stel dat ik naar een event ga of zo, weet ik veel, of de YouTube Gathering komt er ook aan. Dat ik wel naar dat soort dingen wel wat vaker vlogs online wil gooien. Ik vind dat ook op zich wel leuk om te doen. En ik ben er geen vlogger, maar ik wil dat wel een beetje ontwikkelen natuurlijk. Ik ga niet helemaal mijn kanaal naar vloggen. Oh, wow. Ik vind het nog steeds super awkward om te doen, zeg je eerlijk. Maar ik vind het wel leuk. En daarom dat ik ook waarschijnlijk volgend jaar wat meer vlogs ga doen. Dus ja... Volgend jaar natuurlijk de YouTube Gathering ben ik natuurlijk er ook bij. Hoop ik in ieder geval. Nou, komt wel goed jongen. Dat regel ik allemaal wel. Wat ik vorig jaar natuurlijk ook deed, is natuurlijk een subcounter goal zetten voor, nou in dit geval 2019 natuurlijk. En ik zat er wel over na te denken van, yo, ik heb vorig jaar gezegd dat ik de 20.000 subs wou halen. Nou, we hebben de 100k boven nop gegooid. En dus eigenlijk, ja, ik ga denk ik niet meer laag inschatten. Ik denk dat wij zeker nu, dat we al bijna even afgerond op de 120k zitten, dat we minimaal de 200k gaan halen, sowieso. En ik ga gewoon een doel zetten. En ik maak me niet uit of we het gaan halen. Ik ga voor dat doel werken en dat is 300.000 abonnees. Ik denk van, yo, als ik gewoon de tijd erin stak wat ik vroeger bijvoorbeeld in het begin van het jaar niet erin kon doen. Want ik had examens en dat soort dingen. Dat heeft me zoveel belemmerd met YouTube. Waardoor ik gewoon niet heel erg hard kon groeien die tijd. En nu heb ik zeg maar een jaar dat ik gewoon eigenlijk bijna geen school heb. Vol kan focussen, een goede planning heb en eigenlijk gewoon goed van start kan gaan in het jaar. Denk ik dat we heel hoog kunnen inschatten met ons subcount. Dus ik ga voor 300k. Ik weet het, het is bijna nog gewoon letterlijk de helft wat we nog moeten. Ik heb niet eens de helft van 300k nog. Maar ik ga het gewoon proberen. We hebben de tijd, we hebben een jaar de tijd. En als we zien wat we in een jaar konden doen, nou, dan kan dit. Ik geloof erin. Dus ja, willen jullie alvast helpen naar de 300k? Vergeet dan zeker even te abonneren. Dat was een geintje, maar het zou wel leuk zijn als je natuurlijk dat doet. Want wij... Ja, ik ga denk ik hier gewoon de video bij afsluiten. Ik wil nog één ding meegeven, jongens. En dat is natuurlijk wat elke YouTuber standaard zegt in dit soort afscheidvideo's. In ieder geval voor het nieuwe jaar. Doe voorzichtig met vuurwerk. Ik wil wel dat jullie gewoon met jullie tweede... Ja, of je moet 3 ogen hebben, dat zou ook wel. Dat zou wel vet zijn, trouwens. Dat is... Gast, besef als je 3 ogen hebt, dat je gewoon kan spieken tijdens toetsen gewoon. Dat is fucking sick. Oké, zonder gein. Jongens, doe voorzichtig met vuurwerk. Hou je ogen heel, hou je vingers heel. Want ja, hey... Muis en keyboard of controller. Je moet nog wel blijven gamen natuurlijk. Fortnite is nog de shit.
Dus hey, doe gewoon voorzichtig. En je kan natuurlijk wel gewoon wat afsteken. Maar hey, doe niet dom. Ga niet kutten met vuurwerk. Dat is nooit slim. En dan ga ik hierbij de video afsluiten, jongens. Ik wil jullie allemaal een prettige wens alvast wensen. Dat was een hele leuke zin om te zeggen, vond ik zelf. En jongens, ik zeg tot volgend jaar. Later, mensen. Bye, bye. Yeah, 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 yeah.